Pinus sylvestris uit Italië. Ik heb hem niet zelf uitgegraven, normaal gesproken graaf ik eigenlijk bijna alles zomaar. Deze niet. Hij is ongeveer een jaar of 70 oud. Ik weet niet dat omdat de kegeltjes beginnen te groeien en dat begint pas bij 70 jaar bij een penis, heb ik al verteld. Dus ik ga ervan uit dat hij een jaar of 70 oud is. Verder zitten er wat spectaculaire dingen aan, maar dat heeft waarschijnlijk iedereen al gezien. Dus het shari gedeelte wat hier loopt. Dus het zal ook automatisch de voorkant worden, omdat de achterkant nou niet bepaald interessant is. Dat komt omdat hij waarschijnlijk plat heeft gegroeid op de grond, en dit op de grond heeft gelegen. En dit gedeelte boven de grond waar stenen en sneeuw en al dat soort toestanden. Lijkt het lijkt alsof ze erover gelopen hebben. Ja, het lijkt inderdaad of ze erover gelopen hebben. Ja. Misschien overheen geschiet of weet ik. Ja. Ik weet niet of je aan een pad stond of wat dan ook, die informatie heb ik allemaal niet. Als ik begin met een boom, dan ga ik altijd eerst kijken waar het interessante gedeelte zit. Nou, het interessante gedeelte zit hier. En dan kijk ik altijd waar het interessante gedeelte doorloopt. Ik weet niet of ik ervoor sta bij jullie, maar ik zal een beetje aan de achterkant gaan staan. Hier zit een verdikking in de stam. Dat is niet echt mooi. Je probeert altijd de boom zo taps mogelijk te krijgen. Dus bij die verdikking wordt die eigenlijk minder interessant. Dit wordt allemaal recht. Dus eigenlijk is hij maar interessant tot hier. Dan heb ik een nadeel dat hier mijn eerste tak zit. Dus als ik wat wil weghalen, dan moet ik het hier doen, want anders heb ik geen groen meer over. Dus wat ga ik nu zo meteen doen? Ik ga dit hele bovenste gedeelte eruit halen. En ik ga alleen met de onderste tak werken. Ben je weer klaar? Ik ben heel snel klaar. Nee, maar ik kan hier helemaal niets meer mee. Dit is zo oud en zo stug. Dit kan je nog wel buigen, maar dan zou je het een week in het water moeten zetten, zeg maar. Dat als je zoiets wil buigen, dan leg je dat in natte lappen. Dat hou je een week lang dat vochtig. Dan trekt het vocht trekt in het hout, dan wordt het wat soepeler. En dan kan je het heel voorzichtig kan je het gaan spannen. Maar het blijft altijd een beetje kunstmatig, omdat je maar alleen met de vezels van het hout mee kan buigen. Dus het is totaal niet interessant om dit te laten zitten. Het wordt eigenlijk een beetje gekunsteld. Maar er zit hier zo verschrikkelijk veel groen aan dit gedeelte. Daar kan je een hele mooie boom mee opbouwen. Ik ga dit gedeelte ga ik in de raffia zetten, ga ik spalken en dan nog een keer in de raffia. Deze stok is niet nodig. Wat al bang was. Ik wilde mijn eerste laag in plaats van raffia doe ik daar gaasverband. Omdat het wat makkelijker te bereiden is dan raffia. Raffia is altijd een beetje lastig van je eraf te halen om in het wil verwijderen. Waarom doe je de... Sorry? Voor het wil verwijderen van raffia. Waarom? Raffia plakt vast. Raffia plakt altijd vast in de schors. Oké. Ja. Het verband dat vergaat niet, dus het blijft altijd goed. Op het moment dat ik het weer af wil halen, haal ik het zo weer af. Raffia breng ik altijd zo nat mogelijk aan, zodat er wat vocht ook in de stam trekt. Strak. Zo strak mogelijk. Want zoals als jij hem zo gaat zetten ongeveer, dan zult hem toch in de pot heel zwaar moeten verankeren.
Ja, dan moet je in principe elke boom moet je goed, goed staan vastzetten. En tegengewicht geven. Je zou eventueel zou je er ook een blokje hout tijdelijk in kunnen doen hè, met verpotten. Je kan op verschillende manieren kan je de boel ondersteunen. Maar ik weet bij deze boom niet hoe die onder de grond eruit ziet. Dus ik probeer ook zometeen niet te extreem te gaan. Ik ga hem nu spalken om wat extra kracht te geven op het moment dat ik ga buigen. Dan zet ik hem even tijdelijk even vast, die dikke koperdraad met een wat ook met een tijdelijk. Dan ga ik hem nu nog een keer met raffia doen. Ga ik nu de takken eraf halen die niet nodig zijn. Er zitten al wat kleine takjes aan die te dicht tegen de tak aan zitten. Waar ik eigenlijk helemaal niets mee kan. Ik ga alleen de gesteltakken ga ik laten zitten, want daar kan ik de vorm mee zetten. Dus de takken die ik had, ga ik nog wat minder.
vragen zijn, dan gewoon stellen, want anders ga ik gewoon door. Er moet nog vrij veel niet boven gebeuren, dus... De bruimte weer moet komen op. De kans is het wel een stukje levende taak. Ik ga nu bedraden. En als ik tijd over heb, dan ga ik nog wat met het dode hout hier doen. Eerst de boom in draad zetten. Ik heb nog niet besloten in welke stand ik ga nemen. Ik twijfel nog. Want er zijn meerdere standen, die zal ik zo meteen laten zien. Meerdere standen die je kan doen met die boom. Dan kan ik daar zo meteen laten zien. Je kan hem nog meer rechtop zetten. En dan het loof naar beneden halen. En hier die boom opbouwen, hier tussen. Maar je kan het ook... Zou dat nog lukken zo ver? Ja. Je kan hem ook naar beneden laten vallen. En probeer hier je loof neer te zetten. Maar ik ben er nog niet helemaal over. Een soort van cascade meer, hè? Meer een cascade, ja. Vind ik wel heel mooi, moet ik zeggen. Het is eigenlijk de meest... een van de meest makkelijke oplossingen. De makkelijkste is om hem een beetje plat te leggen en dan hier je loof te brengen. Dan zou je hem zeg maar in een soort schelp kunnen planten. Is dat voor je dan niet gemaakt of koper? Koper. Zeker met een den, dat is natuurlijk helemaal al makkelijk, want er zit bijna helemaal niks in die takken. In die nevenbessen wordt het natuurlijk wat lastig. De loofbomen ook, precies hetzelfde verhaal. Dan moet ik beslissen. Ja, mensen, ja, dat is belangrijk. Het is jouw beestje. Je bent hem nou aan het zetten met één gedachte, hij komt rechtop. Een beetje wel. Ik haal hem in deze stand. Het liefste, als ik hem ga kapotten, ga ik hem nog ietsje meer zo geven. Ja. Ja. Ik denk dat het komt omdat de cascade toch het meest voor de hand liggend is. Je kan altijd nog een cascade erbij doen. Ik heb eigenlijk een heel ander idee met deze boom. En dan boom hier een beetje uit laten komen.
eiland pakt. Ik dacht met een pot wordt. Zo. Dan kan ik nooit met een cascade. Nee. Ziet er wel problemen in de boom, maar goed, die moeten eruit groeien. De takken zijn te lang en te kaal van binnen, dat moet ontwikkelen. Hier zit wat waar ik nooit zo wild van ben, een aantal te veel grote krul. Maar dat is meer om hem eventjes op te vullen, omdat ik toch uiteindelijk van deze tak uit moet komen wat hier zit. Het is mooi als hij naar beneden komt vallen, als dat hij hier zo recht valt. Als je goed kijkt, dan zie je nog alle takken naar beneden vallen, behalve deze tak. Want als je, het is mooier als alle takken even gelijk naar beneden komen. Dus deze tak die zal in de toekomst moeten verdwijnen. En dan zal deze tak het over moeten nemen, zodat het naar beneden komt te vallen. Ja, goed, de pot had ik al uitgelegd. Dus ja, hij moet nog wat ontwikkelen, maar ik denk dat het wel een hele mooie boom kan worden. Heel leuk. Zeker als dit doorgaat erbij betrokken wordt. Ik had gedacht dat je die tak verder terug zou leggen over de stam. Maar je hebt hem verder, dat gaat niet. Nee, maar je hebt eigenlijk een bok naar voren gehaald. Dat gaat niet. Dat kan en misschien wel in een andere. Als je hem door gaat vormen, kan je misschien wel verder trekken. Maar als je hem nu verder gaat trekken, gaat hij hier scheuren. Ja, maar het is ook niet nodig, want het ziet er zo fantastisch uit. Nou, ik ben er niet helemaal tevreden over. Maar dat kan ook niet met dit materiaal de eerste keer. En die heeft het voor ons gedaan, dus ook. Ik ben er wel tevreden over. Ik zou zeggen, applaus.